Hey mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik, zoals jullie al gezien hebben, The Sims 4 spelen. En het allerleukste is dat jullie mogen bepalen wat ik ga doen. In deze video ga ik een poppetje maken. En in ieder geval een simpel huis bouwen met de basisdingen, zoals het huis zelf, muren, deuren, noem het allemaal maar op. En de rest mogen jullie eigenlijk zelf al gaan bepalen. Dus ik ga beginnen met een poppetje maken. Natuurlijk een jongetje. Een jongetje. Ik ben natuurlijk een jongen. Dus ik maak een jongen. Even kijken. Ik ben een jong volwassene. Waarom dat ik dan... Even kijken. Mijn haar. Ik probeer een poppetje altijd zoveel mogelijk op mezelf te laten lijken. Dat vind ik het leukst. Als jullie dat juist niet leuk vinden, laat het dan ook weten. En hoe ik mijn poppetje dan juist moet laten zien. Want dan kan ik dat ook gaan doen. Even kijken, dit haar pas wel bij mij. Denk ik. Ik heb verder geen baard of wat dan ook. Ja. Ik ben natuurlijk gewoon blank. Verder. Mag ik dat veranderen graag? Gezicht. Ja. Oh, dat is wel erg wit. Mooi gezicht. Even kijken, een bril vind ik meestal eigenlijk niet zo heel leuk in spelletjes, maar ik ga het toch doen. Want dat kan het meest bij mij past. Wat past daar het beste? Ah ja, deze. Even kijken, een andere. Ja, deze. Deze lijkt wel een beetje op de bril die ik zelf in het echt heb. Even kijken, gelijk die broek veranderen, die vind ik maar niks. Een lekkere spijkerbroek. Hoppa. Ha! Even kijken, wat is leuk. Ja, dit is wel leuk, denk ik. Kijk, misschien. Is wel goed. Ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo dik. Ik ben eigenlijk juist best wel dun. Ja, dus hou ik het hier op. Schoenen. Nou, laat ik eens lekker gek doen. Laat ik deze doen. Of deze. Nee, deze. Even kijken, volgens mij moet ik ook nog ergens mijn loopje veranderen. Maar ik weet heel even niet meer waar eigenlijk. Oho! Nou ja, dan ga ik voor een doel. En meestal kies ik voor tuin. Enorm rijk of villa baron. Ik ga voor enorm rijk. En dan mag ik nog 3 eigenschappen uitkiezen. Dan doe ik meestal actief. Poef! Waar rookster! Ha! Vrolijk. What? Haha, what? Weber! Ja, die is dus vrolijk genoeg. En netjes vind ik ook belangrijk. Oh. Dat niet het hele huis vol ligt met borden of wat dan ook. Nee. Hallo, ik kijk. Oh. Tony Joe. 2001. Ik doe natuurlijk mijn YouTube. Oeh. Even kijken, mijn kind mag nog iets. Zo. Kijk of heb ik nou wel een stop. Oh, dat lijkt me zo. Nou, ik vind hem denk ik wel goed zo. Ja, ik vind hem goed zo. Dus dan ga ik over naar een huis bouwen. Gewoon een beetje, ja, wat ik al zei, de simpele basisdingen. Huh. Dat mogen jullie eigenlijk gaan bepalen.
Jubis. Misschien niet het misschien naam, maar het is in ieder geval een naam. Maybe. En even kijken, ik ga lekker in de stad wonen. En dan kies ik een grond wat niet te klein is, maar wat ook niet te veel geld kost. Zodat ik in ieder geval nog wel wat geld overhoud. Ik denk dat ik een 40 keer 30 doe. Want 50 keer 40 is weer te groot en dat kost niet te veel geld. Dus ik ga voor 40 keer 30, dat is 3000 sim dollars. Ik heb 20.000 sim dollars te besteden. Dus daar moet ik een beetje op gaan letten natuurlijk. Oh, dit is ook een 40 keer 30. Wat zal ik kiezen? Gierige grond of optimistisch uitzicht? Nee, ik ga voor gierige grond. Het huishouden van een familie YouTubers gaat verhuizen. Zou dit de perfecte woning zijn? Ja. Zo, daar staan we dan. Volgende stuk grond. Nou ja, ik ga dus eigenlijk een simpel huis van muren bouwen. Gewoon een vierkant eigenlijk, zo kun je het wel zien. Doe ik een paar ramen in, doe ik een deur in, voor en achter. En dan de rest mag ik gaan bepalen. Even kijken, ik weet niet of ik het helemaal precies goed doe nu. Zo. Dan. En dan is het net daar. Ja, kijk, nu klopt het. Nou, een simpele goedkope deur doe ik er even in. Voor en achter. Oh. En dan een raam erin. Wat er, paar ramen bedoel ik. Is niet zo, en in ieder geval wat ramen er ook in zitten. Ik zag hier ook. Nee, dat mogen jullie zitten. Dat mogen jullie gaan bepalen voor me. Nou ja. Dit is eigenlijk in het principe de kamers waar alles komt, dat mogen jullie ook gaan bepalen. Bijvoorbeeld waar de wc komt, waar de badkamer komt, voor, achter, links of rechts. Waar de keuken komt en dat soort dingen, dat mogen jullie gaan bepalen. Ik hoop dat jullie echt vooral gaan reageren wat jullie dus ook willen, dat ik dat dus kan gaan doen. Ik hoop ook dat jullie dit leuk gaan vinden, want ik vind de Sims op zich echt een heel leuk spel. Doe ik in ieder geval een blauw duimpje omhoog op deze video. Abonneer je dan niet gedaan hebt. Laat dus echt zeker weten in de reacties wat jij wil, want wie weet doe ik dat wel. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video weer. Doei doei!